Heb je een IT-bedrijf of wil je een IT-bedrijf gaan starten? Wil je weten welk businessmodel je eraan kan koppelen? Kijk dan verder. Hi, welkom. Welkom in deze video. In deze video ga ik een speciale businessmodel met je bespreken. Dit wordt vaak gebruikt door bedrijven in de IT-sector. En dit wordt ook vaak gebruikt door SaaS-bedrijven. Ik ga laten zien hoe zij dit gebruiken en hoe jij dit in je voordeel kan gebruiken. Heb je vragen hierover? Neem gerust contact met me op. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. Laten we maar beginnen. We zijn bij het bord. Ik ga je laten zien hoe business model 8 precies werkt. Zodat je een beeld hebt van hoe het precies in zijn werk gaat. Vervolgens laat ik jou het business model zien en dan ga ik elke blok even snel uitleggen. Daarna laat ik jou één voorbeeld zien in de praktijk. Ik ga alleen maar één voorbeeld laten zien, puur omdat ik zit in een groep waar veel SaaS-organisaties in zitten. En daarbij heb ik geheim horingsplicht en ik kan niet alles naar buiten brengen. Ik kan ook geen voorbeelden geven. Bij dit businessmodel is het gewoon belangrijk dat je een platform bouwt en je maakt gebruik van een open source software. Dus stel je voor, dit is de software en je bouwt een platform en op de software komt gewoon op het platform. En jouw klanten, dus 1, 2, 3, 6, jouw klanten komen op jouw platform om gebruik te maken van het open source software. Het platform is gewoon puur voor de hosting of wat dan ook. Dus dit platform beheer jij en volgens de mensen die hierop komen kunnen gratis gebruik maken van de software. En je hebt ook naast de mensen die gratis gebruik maken van de software, heb je betaalde klanten. Die klanten betalen jou puur voor extra service. Bijvoorbeeld on demand vragen stellen of 24/7 support of wat dan ook. Zij betalen jou gewoon hiervoor. Dus zo werkt dit ervoor. Enige inkomensbron dat je hier hebt, is gewoon klanten die abonnementen hebben bij jou. Dus met andere woorden, ze betalen gewoon 19 euro, 25 euro of 99 euro per maand. Of een totale bedrag per jaar. Dus je bent afhankelijk van mensen die abonnementen van je afnemen. Wat vaak misgaat bij zulke SaaS-projecten is dat mensen bouwen gewoon een totaal nieuw platform en verwachten dat er heel veel mensen gewoon op het platform komt. Het probleem dat ik vaak zie in de groep waar ik in zit, is mensen hebben gewoon hele goede ideeën. Maar een businessmodel past daar niet bij, puur omdat zij richten zich op de massa, terwijl je vaak in een op platform een beperkte groep hebt. Dus met andere woorden, hun doelgroep zijn klein en zij kunnen niet heel veel vragen van een bepaalde doelgroep om de kosten te dekken. En dat zorgt ervoor dat heel veel SaaS-projecten vaak niet slagen. Dus dit businessmodel kan je wel gebruiken bij SaaS. Tuurlijk, ik zou het gewoon gebruiken. Maar het nadeel ervan is de prijs. Je moet kijken van als jij bepaalde mensen op je platform laat, je moet kijken wat de prijs wordt en hoe je met die prijs je kosten kan dekken. Ik ga je nu even laten zien wat het businessmodel is, zodat je een beeld hebt wat ik precies bedoel. Dit is het businessmodel. Dus met andere woorden, belangrijke partners hierbij is de mensen die open software ontwikkelen. En dit gebeurt niet in jouw bedrijf, maar het gebeurt buiten je bedrijf. Open software is gewoon software dat gemaakt is door een groep mensen en die wordt gewoon ter beschikking gesteld voor het publiek. Je kan het gewoon gebruiken hoe je het wilt, voor commercieel of wat dan ook. Dat is open software. Jouw belangrijke activiteit als je dit businessmodel gaat gebruiken is gewoon ondersteunende diensten geven. Dus mensen helpen met de open software, hoe ze ermee moeten omgaan. Dus tips geven. En die mensen die je helpen, hebben gewoon een abonnement bij je afgenomen. En daarnaast kan je ook de open software testen. Snap je? Dus vandaar dat je gewoon, dit zijn je belangrijkste activiteiten. Dus jouw middel is gewoon puur open software. En je activiteiten zijn gewoon ondersteunende diensten en het product gewoon testen. De klanten die bij jou komen zijn zelfbedienende klanten, dus met andere woorden, ze weten hoe de software werkt en ze maken gewoon gebruik van de software. Betalende klanten hebben ondersteunende hulp nodig, dus die geef je gewoon een soort van abonnement. En hoe komen ze bij jou? Je hebt gewoon een platform gebouwd en je trekt mensen gewoon naar je toe op je platform. Vaak zit je in dit platform op lokale niveau die zulke diensten gewoon aanbieden. Dus als je op lokale niveau gewoon een online platform wil maken, dan kan je gewoon dit gebruiken. Het probleem hierbij is dat je klanten moet trekken. En vaak zijn de verkoopkosten, de distributiekosten of de ontwikkeling van een platform, die kosten zijn best wel hoog. En om die kosten te dekken moet je goede abonnementen hebben. En de prijs daarvan is heel belangrijk.
Het is belangrijk om van tevoren even goed vast te stellen wat je doelgroep voor bepaalde diensten gaat betalen. En is er wel vraag naar de open software voor jouw gemeenschap, in ieder geval voor jouw doelgroep die je wil gaan realiseren. Dit wordt vaak gebruikt bij SaaS, maar het is heel moeilijk om mensen op je platform te krijgen. Vooral als er iets nieuws is. Maar wat je vooral moet weten, en ook in je achterhoofd houden, als je een probleem van iemand kan oplossen, dan krijg je diegene snel op je platform. Als je dat niet kan, vergeet het maar. Dan moet je echt veel doen om iemand op je platform te krijgen. Dus zo werkt business model 8. En ik ga je nu een voorbeeld laten zien. Dit is het enige voorbeeld dat ik kan laten zien. Ja, ik heb de naam even opgeschreven. Ik heb nog niet de tijd gehad om dit helemaal te testen. Want meestal software test ik voordat ik het naar buiten breng. Maar ik had een goed gevoel bij deze, want zij maken gebruik van blockchain en hoe zij hun community opbouwen is best wel leuk. Dus ik ga nog hiervan gebruik van maken en later in een andere video zal ik een review geven van wat ik vind van dit bedrijf. Kijk, ik hoop voor ondernemers met passie en ideeën, maar soms is het voor mij moeilijk om te zien dat het idee verloren gaat. Het komt puur omdat een idee niet gekoppeld is aan de juiste businessmodel. Heel veel mensen begrijpen niet dat als het geld op is, dan is het geld op. Dan is het gewoon game over voor je bedrijf. Hopelijk kan je deze businessmodel gebruiken voor je onderneming. Heb je vragen over deze model? Neem gerust contact met mij op. Vond je deze video praktisch? Heb je er wat aan gehad? Deel het met je vrienden, familie en zakenpartners. In de volgende video ga ik businessmodel nummer 9 met je bespreken. Tot in de volgende video.